We hebben ons zo zorgen om jou gemaakt. Komen echt vrouwen zonder kleren hier? Ja, soms ja. Ja, wow, heftig. Ik vind het ook gek dat jij zo'n smal armpje hebt eigenlijk. Het voelt gewoon goed dat je iets kan doen voor een ander in deze tijd. Papa Wout, ik hou zoveel van jou. Wilde ik nog even zeggen waarom Blijf van mijn Lijfhuis zo belangrijk zijn. Hallo en welkom bij een nieuwe vlog. Deze kleine aap voelt zich al stukken beter. Hij is nog niet helemaal de oude. Ik merk gewoon ja, dat hij allemaal dingen, daar heeft hij nog moeite mee. Dus als hij bijvoorbeeld op zijn rug ligt, vindt hij het heel lastig om weer op te komen. Maar ja, hij is gewoon natuurlijk een beetje verzwakt door de koorts en diarree, uitdroging. En we hebben ons zo zorgen om jou gemaakt. Want ja, dat hebben jullie helemaal niet meegekregen, omdat ik natuurlijk even niet ging vloggen. Omdat ik gewoon vol mijn aandacht op deze kleine lieverd moest doen. Maar we zijn echt twee keer nog naar de doktersdienst geweest. En dat was dan een coronapost. Omdat hij koorts had, mocht hij niet naar de gewone doktersdienst. Maar moest hij naar een coronapost met allemaal mensen in blauwe pakken en zo. En nou, doodeng vond hij het. Zo zielig. Dus het was me wel even wat. Het heeft echt geduurd van vrijdag tot gisteren voelde hij al iets beter, hè? Ja. Dus tot woensdag of zo. Oh ja, ik heb ook mijn testuitslag binnen en ik heb geen corona. Dus ja, ik denk gewoon dat we allemaal corona-vrij zijn. Je weet het natuurlijk nooit zeker, maar ja. Ik ga er gewoon van uit dat ik het niet heb, dat we het allemaal niet hebben. En dat betekent dat wij kerst gaan vieren bij mijn moeder. Ja, daar heb ik zoveel zin in. Niet normaal. Wolf en Luca die gaan bij andere opa en oma slapen. Bij de ouders van Wout. Dan gaan wij heerlijk kerst vieren. Bij mijn moeder, met Willem, met Vita, met mijn tante. En dan slapen we in een hotel in Amsterdam. En dan rijden we de volgende ochtend weer terug. En op kerstavond dan vieren we lekker kerst met ons als gezin. Met cadeautjes. Daar liggen ze allemaal. Ik weet niet of je het kan zien vanaf hier. Maar alle cadeautjes voor de kinderen en voor mij en Wout liggen onder de boom. Dus dat gaan we waarschijnlijk doen. Of kerstavond openmaken of eerste kerstdag met het kerstontbijt. Lievertje, ja, ik hou zoveel van jou. Hey, inmiddels is Luca ook wakker. Ik ben net met Luca in bad gegaan vanochtend. Toen sliep Wolf en toen ben ik samen met Luca in bad gegaan. En dat voelt dan zo raar. Ja, ik kan niet uitleggen. Je bent natuurlijk gewend om altijd alles met z'n tweeën te doen. Of met z'n drieën, of met z'n vieren. En nooit dat je eigenlijk met één kind dan ja, op pad gaat. Of een activiteit zoals in bad gaan. Want we doen hun altijd met z'n tweeën tegelijk in bad. En nu ging ik gewoon lekker met Luca in bad. En het was zo gezellig. Gewoon even zo'n quality time. Heerlijk. Oh, wacht. Papa belt. Hi, Snack. Hallo. Check jij eens even je app. Nou, dat was papa Wout. Oh ja, wat ik nog even met jullie wilde delen. Ik probeer eigenlijk elk jaar in de maand december iets terug te doen. Ik krijg natuurlijk zoveel pakketjes thuis gestuurd. Heel veel cosmetica, parfum, sieraden, kleding, noem maar op. En dat is super leuk om te krijgen. En ja, daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Maar ik kan het gewoon echt niet allemaal opmaken of bewaren of aandoen. Dus wat ik elk jaar doe, is dat ik een Blijf van mijn Lijfhuis opzoek in de buurt. Dus tot nu toe was het eigenlijk bijna altijd in Amsterdam. En dan breng ik die tassen daar naartoe. En ja, dat wil ik eigenlijk nu dit jaar ook weer doen. Maar ik heb geen idee waar er in Leiden een Blijf van mijn Lijfhuis zit. Dus, snoefjes, dat gaan we even googelen. Nou, ik heb er meteen een gevonden. Deze ziet er goed uit, dus die ga ik even bellen of ik wel zomaar kan langskomen. Even checken. Nou, ik heb gebeld en ze zeiden ja, heel graag, kom maar langs. Dus ik ga nu even wat spullen bij elkaar verzamelen, want het is me nogal wat. Even kijken wat ik met deze kleintjes ga doen.
We laten tegenwoordig altijd namelijk het hek open. En dan kunnen ze eigenlijk helemaal ook zo daarachter kruipen. Maar als ik er niet bij ben, is dat eng. Want er is natuurlijk een trap. Dus ik denk dat ik ze even hierin ga zetten met de deur dicht. Ja, ga ik doen. Wie is daar, jongens? Wie is daar? Hey. Papa! Hi, Wooly. We zijn eindelijk chill. Ja, dat is leuk, hè? Papa, papa heeft 2 dagen niet gedoucht en al 2 keer gesport. Niet? Maar net. Ja, echt? Sport, ik ben gewoon de hele dag met de jongens bezig geweest. En nu net ben ik gehardlopen en dacht ik heb nog steeds niet gedoucht. Terwijl jij doucht elke dag? Ik heb gewoon naast jou in bed gelegen. Ik dacht al, wat ruik ik. Ja. Zo, geef maar aan hoe lekker ik ruik. Trouwens, ik vertelde vanochtend toch over dat Blijf van mijn Lijfhuis. Dat ik daar iets mee wilde doen. Ja. Nou, die namen net op en ik kan het langsbrengen. Echt? Ja. Wat goed. Heel chill. Dus ik ga, als jij even op hun kan letten, ga ik even de spullen pakken. Voordat ik naar boven ren om al mijn spullen te pakken, wilde ik nog even zeggen waarom Blijf van mijn Lijfhuis zo belangrijk zijn. Dat zijn namelijk opvangcentra waar vrouwen dus heen kunnen, vaak ook met jonge kinderen. En die dus vluchten voor hun thuissituatie. Dan betekent dus dat de thuissituatie zo onveilig is, zo gewelddadig, dat ze dus ja, van de een op andere dag daar dus van vluchten en niet meer daar kunnen wonen. En ja, ik denk dat het heel goed is dat die opvangcentra er zijn. Die vrouwen hebben echt niks, want die komen daar volgens mij aan ja, met heel weinig. Dat wilde ik nog even uitleggen voor de mensen die niet goed weten wat het inhoudt. Oké, ik heb echt een hele tas gevuld met cosmetica wat ik weg dus ga doen. Van parfum tot body lotion, shampoo, babyproducten. Nou, je ziet het. En daaronder ligt ook allemaal make-up, nagellak. Dus dit is echt top. Ik heb ook nog dit. Super veel nagellak. Ik heb hier nog een hele zak vol met scrunchies. Ook leuk om weg te doen, denk ik. Want ja, wat moet ik in godsnaam met zoveel scrunchies, jongens? Doe even normaal. Zo, die gaat erbij. En dan ook wat kleding. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, die heb ik nog nooit gedragen. 1 keertje. Nou, doe deze erbij. Is ook 1 keer gedragen. En dan deze hele berg kleren. Kunnen ook allemaal naar het Blijf van mijn Lijfhuis. De meeste kleren hebben ook echt gewoon allemaal nog prijskaartje eraan. Ik heb natuurlijk zoveel ook gekregen. Dus ik ben blij dat ik gewoon andere vrouwen ermee blij kan maken. Maar dit gaan echt 4 tassen worden, Dan. Ben ik bang. Wat ongelooflijk veel, schat. Wat goed. Ja. Wat mooi dat je dit doet, vind ik. Nou ja, kleine moeite. Ja, kleine moeite, groot geluk. Allemaal nieuwe spullen, joh. Ik laat iets vallen. Oké, ik moet snel er vandoor. Ja. Dankjewel. Oké, volgens mij ben ik er. Dus ik ga even uitladen. Zo, ik leg het even hier neer. Oké, dankjewel. Zo. Zwaar. Woe. Zo, en heel veel zit ook nog het merkje aan. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. En daaronder zit allemaal cosmetica, ongebruikt. Ik ga natuurlijk niet iets geven wat gebruikt is. Ja, wat is dat eigenlijk? Dat is nagellak. Oké, okay, dankjewel. Ja. Dankjewel. Denk je dat ze er blij mee zijn? Ja, heel blij. Ja? Dankjewel. Oh, wat ja, fijn. Ja. 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 Ga ik uitdelen, kijk ik of komt hier vrouwen zonder kleren of zo, geef ik wel wat. Oh ja, komen echt vrouwen zonder kleren hier? Ja, soms ja, soms. Ja, wow, heftig. Ja. Oh, nou, zoals je hoorde, ja, waren ze er heel erg blij mee. En die vrouw die vertelde ook, ik weet niet of je dat kon verstaan, maar dat heel veel vrouwen die bij die opvang binnenkomen, die komen gewoon ja, zonder spullen, zonder kleren. Die zijn gewoon gevlucht uit hun huis. Soms met een kind, soms alleen. En die hebben eigenlijk gewoon helemaal niks. Dus ja, doe me dan ook weer beseffen, jeetje, wat heb je ja, toch een geluk. Wat mag ik eigenlijk dankbaar zijn van wat ik allemaal wel niet heb. En dat ik in veiligheid leef en in goede gezondheid en ja, ik weet niet. Dan dit soort dingen doet dat je echt weer even beseffen. En ja, ik ben blij dat ik iets minimaals kan doen. Want waar die vrouwen doorheen moeten gaan, ja, het is vreselijk.
als je in zo'n opvang terechtkomt. Want dat betekent dat het thuis zo ontzettend vreselijke situatie is. Dat je je gewoon niet meer veilig voelt in je eigen omgeving. Dat je moet vluchten. Ja, ik kan daar gewoon bijna niet bij eigenlijk. Nee. Nou, Snack, ik ben blij dat ik even ben gegaan. Ja? Ja, het voelt dan zo goed. Het voelt gewoon goed dat je iets kan doen voor een ander in deze tijd. Dan denk ik ook meteen weer van, we moeten dit gewoon veel vaker eigenlijk doen dan. Nou, ik vind het heel mooi dat, kijk, dit soort dingen doen mensen altijd rond Christmas, wil ik zeggen. Christus. Rond Kerst. Maar het is alleen maar mooi. Ik bedoel, of je het nou één keer per jaar doet, rond Kerst, of dat je het iedere maand doet, waar het om gaat is dat je wat doet. Ja, nee, dat is waar. Ja. En wanneer je dat doet, doet er helemaal niet toe. Nee. Dat is mijn mening in ieder geval. Als je maar wat doet. Dat is toch mooi? Jij kwam hiermee. Ik vond het wel mooi dat jij zei van, we gaan vandaag goede doelendag doen. Het is vanavond kerstavond. Er zijn heel veel mensen die het gewoon niet zo goed hebben als wij. Ook in Nederland. Dus we houden het dicht bij huis. En wij hebben het goed. Dus we kunnen iets terug doen. En of dat nou financieel is of in spullen zoals je net hebt gedaan. Kijk, als je wat goeds wil doen, ja, dan moet je gewoon even nadenken ook waar je betrokken bij voelt. Ik vind Blijf van mijn Lijfhuizen, dat zijn vrouwen. Dus daar voel ik dan meteen alweer een soort van verbintenis mee. Maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien iemand in je familie hebt die een spierziekte heeft. Of kanker. Of de daklozen om de hoek. Ja, je kan natuurlijk allemaal goede doelen steunen. Of iets ook fysiek doen, bejaarden, vergezellen, ik noem maar wat. Ja. Ja, ik zag gisteren weer op Instagram van iemand zo'n filmpje die dan een 90-jarige vrouw die geen familie en vrienden meer heeft, die heeft gewoon niemand meer. En die nam die dan altijd mee in de auto om een rondje te rijden en muziek te luisteren. Ja, dat soort dingen, dat is ook gewoon te gek als je dat kan doen. Ja. Nee, maar ik wil juist dit delen. Er zijn natuurlijk stiekem toch best wel veel mensen die kijken en dan denk ik, ja, als ik al één iemand kan overtuigen om iets te doen voor een ander deze dagen, ja, waarom niet, toch? Beetje liefde in deze lastige coronatijden, want dat is het ook, hè? Veel mensen zitten alleen thuis. Wil jij het even vast? Ja. Dus, wat gaan we vandaag doen? Want we hebben dus vandaag eigenlijk goede doelen. Ah, oh, mijn arm. Ja, dat is het. Ja, jongens. Dat is het leven van een vlogger, hè? Heb je deze voor mij gemaakt? Ja, tostietje. Chill. Ik vind het ook gek dat jij zo'n smal armpje hebt eigenlijk. Jij zou eigenlijk zo'n dikke vlogarm moeten hebben. Ja, inderdaad. Een dikke bulk vlogarm. Nee, dikke bak met bieten. Dikke bak met bieten, jong. Nee, we hebben vandaag goede doelendag, wilde ik zeggen. Maar ja, vandaag staat in het teken van goede doelen. Jij hebt dus net die spullen naar dat Blijf van mijn Lijfhuis in Leiden gebracht. En ik ga zo meteen geld overmaken van onze gezamenlijke rekening naar Kika. Want dat vind ik dus weer iets wat ik, dat vonden wij allebei ook een mooi doel. Jullie in ieder geval hele fijne kerst. Morgen komt mijn laatste video van Vlogmas online. Zijn we er dan eindelijk vanaf? Dat was een wel aardige bevalling. En tot morgen. Doei.